Welkom terug bij Happy Investors. Vandaag gaan we het hebben over een aandeel die ik erg interessant vind voor de lange termijn. Het bedrijf heet Salesforce en het liefst koop ik zoveel mogelijk van dit bedrijf voor de lange termijn, maar niet tegen iedere prijs. Nou, op dit moment heb ik geen reden om het aandeel te verkopen, maar ook niet om extra bij te kopen. En ik zal je laten zien door middel van onze uh, aandelenmethodiek waarom. Eerst eventjes uh, wat bewijsvorming dat ik zelf aandelen heb van Salesforce. Dat is misschien altijd wel fijn, alhoewel dat. Natuurlijk niks zegt over of het gaat stijgen, ja of nee. Waar staat die? Salesforce staat hier. En de huidige prijs is uh, 258. En uh, de waarde die ik op dit moment heb, is een aandeel van 3700 euro. Ik heb gekocht laatst voor 210 euro. Eigenlijk net iets te laat. Maar uh, toen zag ik er eigenlijk ja, hoe ziet dat beter uit? Het moment was veel sterker. Dus ik dacht van voor mij is het nu een goed instapmoment. En de huidige positie staat op 40% in de plus. Nou, ik vind dat Salesforce wordt nu een beetje duur. Althans, voor de korte termijn. Want dit is een geweldig bedrijf. CEO heeft nog steeds heel veel aandelen, denken lange termijn. En het belangrijkste is eigenlijk het toverwoordje, hè, dat ze een sterke moot hebben. Oftewel een duurzaam competitief voordeel met heel ecosysteem die ze voor mkb en dergelijke bouwen om hun sales te kunnen ja, laten toenemen. Uh, ook voor Happy Vest is het bijvoorbeeld belangrijk voor iedereen die uh, hun bedrijf wil schalen. Kan je een pakket zoals Salesforce aanschaffen? Die knoopt alles zeg maar, aan elkaar en dan kan je hele customer journey flows kan je automatiseren. Super interessant en uh, ook voor bedrijven natuurlijk rendabel. Ja, en heel erg mooi daaraan is dat die bedrijven blijven jarenlang lid. Die worden groter en groter. Die gaan daardoor steeds meer opleveren voor Salesforce. En in de tussentijd kunnen ze natuurlijk allerlei nieuwe klanten aantrekken. Nou, een korte overview van Salesforce via onze methodiek. En allereerst even screenen op de valuation op dit moment. Uh, is uh, de value valuation erg hoog. Voor volgend jaar wordt een PI van 70 verwacht. En Salesforce is natuurlijk een en al een groeiverhaal. Het is een groeiaandeel, maar wel eentje. Uh, niet zozeer maar op omzetgroei, maar op winstgroei. En dat vind ik zelf wel erg interessant. Desalniettemin, de pech is boven de 1. Dat is wel in ieder geval voor de korte termijn minder gunstig. Ja, allerlei zaken. Hier zie je een D-score. Dat is niet zo goed. Ja, omdat dit ook vergeleken de sector is. Hè. Dus dit is een rating vergeleken de sector. Maar Salesforce is een one of the kind. Dus dan heb je een andere type waardering. Maar onderaan de streep, uh, ook als ik kijk naar die prijs to cash over 28, ik vind het persoonlijk allemaal net iets te hoog. Het is wel iets lager dan de Salesforce uh, ja, vijfjaarlijks gemiddelde. Maar al met al heb, zie ik eigenlijk een, liever, uh, een lagere prijs. Ja, iedereen natuurlijk, dat is logisch. Uh, maar ook uh, gezien de huidige aandelenmarkt, hoe het allemaal abrupt snel, stijgt weer. Ik vraag me af en ik, ik ben gewoon lekker geduldig. Ik denk er komen wel betere kansen. Uh, maar ik loop voorop op de feiten. Laten we kijken uh, uh, verder met de analyse. Nou, total debt versus de cash is uh, eigenlijk uh, erg laag. Best wel wat cash nog steeds uh, voor dit bedrijf. Alhoewel misschien niet vergeleken met market cap. Uh, maar ze hebben in ieder geval een gezonde positie. Die revenue growth, de omzetgroei wordt verwacht op 13% en we zien dus dat de omzetgroei al begint af te nemen. Vijfjaarlijks gemiddeld is 20%, dat is erg goed. Als dit bedrijf 50% kan halen voor laten we zeggen, de komende vijf jaar, dan zou dat nog steeds goed zijn. Uh, maar als je gaat waarderen, dan wil je eigenlijk uh, wat meer worst case nadenken. Uh, en dan zou ik eigenlijk zelf uh, uitgaan van de snelle daling, nou in ieder geval zo'n 10% en dan wellicht nog steeds lager. Als je intrinsieke waarde gaat berekenen, dan moet je de terminal value bepalen. En dat doe je op basis van de groeifactor voor de lange termijn. Ja, dan moet je eigenlijk wel rekening houden dat het eerder dan verwacht uh, de groei afneemt. Uh, en ook uh, wat lager dan verwacht. Dus als je een voorzichtige aanname doet, dan krijg je een lagere intrinsieke waarde. Mocht de prijs dan die intrinsieke waarde halen, dan heb je in ieder geval al een voorzichtige inschatting gemaakt. Dat betekent dat potentieel opwaartspotentieel veel hoger zijn. Wat betreft winstgroei zien we hele. Bizarre cijfers. Ja, die EBIT groei van eh, bijna 1000% is wel extreem. Maar voor volgend jaar wordt er toch nog een EBIT groei van 35% verwacht. Super interessant. Operations cashflow eh, ook een sterke groei. Dit zijn natuurlijk hele mooie cijfers om te zien voor een groeiaandeel. De winstgevendheid is al vrij hoog. Natuurlijk, die bruto marge voor zo'n schaalbaar eh, bedrijf is al extreem goed. Die netto margin, die kan eigenlijk nog wel een heel stuk hoger. En dat is denk ik ook waarom Salesforce interessant is. En dat zien we ook aan de prognoses voor in ieder geval de korte termijn. Dit bedrijf kan gewoon veel winstgroei realiseren. Het is echt gewoon een groeiaandeel, maar dan eentje met veel winstgroei. Dus uh, al met al interessant. Die rentabiliteitscijfers zijn nog niet extreem hoog. Um, maar hier moet je eigenlijk kijken naar wat is de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar of tien jaar en hoe gaat dat nu in de stijgende lijn omhoog. Cash from operations is behoorlijk hoog. Dat is altijd goed. Dus ze hebben heus wel wat kapitaal om uh, te investeren. Kijken we naar de PE-ontwikkeling op basis van earning estimates. Dan wordt voor dit jaar uh, toch een PE verwacht van uh, uh, rond 34. En dit is heen, dat komt niet overeen met uh, wat we eerder zagen. Dus dat vind ik wel opvallend. Hier zagen we de valuation grade en PE van 70. We gaan er zo meteen even op de andere Bronnen toetsen. Uh, 2025 een PI van 30. 2026 een PI van 25. Dus dit verhaal is eigenlijk alweer een ander soort verhaal. Dit is een gunstiger verhaal. Laten we even kijken naar Yahoo Finance, hoe dat erbij zit bij statistieken. Uh, we kijken naar de forward PI. Wordt inderdaad via Yahoo ook geschat op 29 en niet op de uh, 70 die we dus eerder zagen. Maar de PE-ratio die komt wel overeen, namelijk 1,49. Interessant. Uh, en dan gaan we even kijken naar de holders. Dat is wat ik wilde doen. Inside roster. Kijk, wat ik nog leuk vind om te laten delen, is uh, dat de CEO. Uh, daar ben je misschien wel mee bekend. Als je iets van Salesforce kent, dan ken je waarschijnlijk ook de CEO. <laughs> en die heeft nog steeds bizar veel aandelen uh, in zijn huidige positie. Dus 23 miljoen aandelen. Nou, de prijs is uh, 230 of uh, weet ik het hoeveel, 250. Oh, het staat hier. Uh, 280. Dus ja, reken maar uit, dat is heel veel aandelen qua kapitaal. Dus best wel interessant. Laten we eens even screenen via Finvis. De P.E. forward wordt inderdaad geschat op 30 uh, en niet op 70. Dus dat is wel interessant, Wat dan ook uh, de price to cashflow flow die is wel gewoon 30. Dus die is nog relatief hoog. Uh, maar de P.E. dus is beter dan verwacht. Dan Valsgrefs. Wat doet het aandeel voor de komende paar jaar op basis van EPS-groei? Nou, deze grafiek zegt niet zo heel veel. Ook mede om de historie van de jaren terug. Dus laten we een beetje inzoomen naar bijvoorbeeld zeven jaar. Dan zien we dat de huidige prijs toch boven de Fair Value-lijn ligt. Maar wel echt onder de Normal Multiple. Maar die Normal Multiple is sowieso nu te hoog. Want groei gaat afnemen voor uh, Salesforce. Uh, en dan is ook een lagere pi uh, realistisch aannemen. Zoomen we nog een beetje in naar uh, vijf jaar. Dan zien we dat hij nog steeds hoger is dan normaal. Uh, eigenlijk alleen als je uitzoomt. dan lijkt hij op de fair value te zitten. Maar uh, op korte termijn kijken is eigenlijk ietsje beter. En dat kan je ook doen met de forecasting calculator. En uh, dan zien we dat Salesforce uh, op dit moment. toch echt wel boven die fair value hangt. En dan is het, ziet het er allemaal wat minder rooskleurig uit. Maar hier wordt uitgegaan van een EPS-groei van uh, 17%. Wel door heel veel analisten, dus dat is positief. Dan wordt er uitgegaan van een, een EPS-groei van 19% voor 2026. En nog 27% in 2027. En dit zijn aan zich al prachtige resultaten. Alleen de huidige PI van in dit geval ja, ook weer rond de 30% is toch wel hoog. Laten we eens even terugkijken naar wat hier stond bij de EPS-groei. Hier wordt er geschat inderdaad plus 16% en plus 17%. En dat komt overeen met wat hier ongeveer staat. Dus uh, de analisten zijn er wel aan uit hoe het potentieel zou kunnen groeien qua EPS-groei. En als dat zo is, puur en alleen op basis van de fair value, ja, dan is er niet zoveel rendement te behalen op deze huidige prijs. Maar dat is, uh, uh, is wel vaker het geval met dit soort bedrijven, dat ze toch. Beter, uh, beter presteren dan verwacht. Ik ga, als we kijken naar die normal multiple, dan zie je een heel ander verhaal. Alleen hier wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een 5-jaarlijks normal multiple van 52. Nou, dat is erg hoog. Maar je kan ook bijna geen lagere vinden. <laughs> dus, uh, ja. dus dat geeft een heel vertekend beeld. Uh, ook een pakje van 42. En dan met de huidige EPS-cijfers qua groei op 42, dan zou het potentieel rendement 30% per jaar kunnen zijn. Ik denk dat dat een beetje te hoog is vanaf dit punt waar ze staan. Maar een PI e. van 25 lijkt me wat meer aannemelijk. En dan zou vanaf het huidige prijsniveau zou een total annual return van 8-9% haalbaar kunnen zijn. Mits ze presteren zoals deze verwachtingen. Als ze beter presteren dan verwacht, ja. dan natuurlijk nog beter. Maar ook. In dit geval kunnen we kijken naar de lange termijn groei van, uh, van Salesforce. Ja, dan wordt eps groei van 20% aangehouden. Dan zien we toch ook weer wel dat er niet heel veel meer te halen valt. Je storage kegger is wel erg hoog. Kan dan zelfs met een 30% worden uitgehaald. En dan zou het jaarlijkse rendement 22% per jaar zijn, maar wel op de zeer lange termijn. Het is maar net hoe je dit, dit, dit allemaal evalueert en bekijkt. Zelf overigens uitgaan van een lagere PI, bijvoorbeeld 17%. Nou, hier kan je nog. Uh, eigenlijk moet je hier nog twee dingen doen. De eerste is intrinsieke waarde bepalen. En de tweede is een scenario: analyse van uh, hoeveel omzetgroei gaan ze realiseren. Hoeveel winstgroei gaan ze realiseren. En wat is dan over bijvoorbeeld 10 jaar het winstpercentage. Uh, wat is dan de omzet, et cetera? En dan komt een bepaalde kegger uit, een bepaalde groei. Hier wordt uitgegaan van een kegger van 31%. Dat is echt wel, uh, echt wel uh, hoog. Laten we even. Bijvoorbeeld op 20% zetten, en dan zie je gelijk een heel ander verhaal. Dan is het nogmaals een potentieel rendement van 3% per jaar. op een zeer lange termijn. Het is, uh, het is maar net hoe je het bekijkt. Al met al, puur op basis van alleen gewoon de. Uh, ja, wat normale waardering is in de wereld van beleggen. Uh, waarbij ik mag aannemen dat Salesforce PI is 15%, dat dat uh, wel realistisch is voor zo'n goed, sterk bedrijf. Dan nog zie je dat de prijs op dit moment relatief hoog is. Uh, Zach's rank is, uh, geeft ons aan op de zeer korte termijn dat er een prijstarget van 295 uh, haalbaar is. Dat is niet heel hoog, dus eigenlijk is de recommendations van Zach uh, is neutraal en een hold. Ze dus geven ook aan dat de value is een D. Dus al met al, uh, gewoon alleen zonder uh, moeilijke berekeningen te maken, kan je wel een gevoel krijgen van dat de waardering op dit moment toch wel aan de hoge kant is. Uh, ook al is de PI uh, niet 70 maar 30, zoals ik uh, eerder uh, uh, zag. Kijk op basis van technische analyse, ja, dan, dan zie je een, een, st een stijgende positieve trend. De MACD neemt wel ietsje af op dit moment, dat is logisch. En eigenlijk puur alleen op gekeken naar technische analyse, dan zou je kunnen zeggen van ja, misschien is hier een potentiële eerste weerstandslijn, maar die moet nog maar getest worden. En die ligt op een prijs van 307. Voor de rest zijn hier nog geen spannende zaken. Het kan natuurlijk zijn dat hij vanaf hier ook gewoon verder daalt. En wat ik denk dat heel interessant is, want Salesforce is een geweldig bedrijf. Uh, zolang die CEO aan het roezen, wat gewoon een goede CEO is, heel deskundig en nog, ook nog heel veel aandelen heeft, vind ik dat voor lange termijn alleen maar in hun voordeel spreken. Uh, ja, de winstgroei uh, zal waarschijnlijk heel sterk zijn. Ik vind Salesforce een interessant bedrijf om die te kopen wanneer de koers sterk daalt en met sterk bedoel ik bijvoorbeeld 20%, maar liefst zelfs 30 of 40%. Al met al, dan is dat eigenlijk gewoon, dan hoef je eigenlijk niet meer zulke hele moeilijke analyses te maken, want je hebt al heel veel vooronderzoek gedaan en je bent nu gewoon een bedrijf aan het volgen voor de lange termijn. Ieder zijn ding. Ik ga op dit moment in ieder geval nog niet verkopen. Ik wacht even af of hij nog ietsje verder stijgt. En dan ben ik wel heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren of hij dan Verder gaat dalen of dat hij toch uh, in ieder geval op basis van technische analyse de all-time high gaat doorbreken. En dat hangt of valt natuurlijk altijd met de resultaten van iedere kwartaal. Dus we gaan het zien. Interessant, sowieso over de lange termijn. Uh, ik ben benieuwd op de korte termijn uh, hoeveel momenten er nog te halen valt.